Sinds anderhalf jaar bezit het Groningse plaatsje Opende een unieke bijzonderheid. Een fietsende fanfare. Is voor veel mensen het bespelen van een muziekinstrument al een kunststuk op zich? De 46 leden van de christelijke harmonie Crescendo zien kans om tussen het fluiten, blazen, slaan en trommelen door op de fiets te blijven zitten. En dat alles keurig netjes in het gelid en op de maat. Het heeft de plaatselijke fietsenmaker wel wat tijd gekost om de fietsen aan de instrumenten aan te passen. Maar dat aanpassen moesten ook de muzikanten doen. Overigens hebben ze wel eer van hun werk, want tijdens het wereldmuziekconcours in Kerkrade behaalden ze een eervolle tweede plaats. Kende voor de Tweede Wereldoorlog het fietsende muziekkorps. Het muziekkorps uit de jaren 30 heeft nu navolging gekregen. Crescendo uit het dorp Opende is weliswaar geen militair korps, maar het optreden verraadt wel een gedegen discipline. De omslag dat wij van het zittend korps gewoon als dorpsfanfare zijn gaan lopen, zijn gaan marcheren. De omslag van marching band naar showband. En er moest iets gebeuren. We zaten op dat moment iets in een dip met de show. Er moest een nieuw element komen. Toen hebben we gezegd, waarom de fiets niet? Dus ik ben op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Op pad gegaan met mijn kleine instrument naar Itzen. Mijn collega muzikant. En ik ben het zandpad opgefietst. En Itzen voorgesteld, kunnen we dit niet eens even proberen met onze vereniging? Er was een hele grote groep die zag dat het wel zit. En waren ook een aantal zeer sceptische lui waren erbij. Die dachten van, nou, dit wordt helemaal niks. Maar het lukte. Superhitparade. Der Volksmusik. Und artistisch eröffnet wurde sie bereits von einem Pulk radfahrender Musikanten.皆さんね、耳に届いてると思うんですが、自転車に乗ってなお演奏を続けてらっしゃるということなんですが、こちらは、プリンス・ウィレム・アレクサンダー皇太子ですね、オランダのアレクサンダー皇太子が来日した際に、それを記念しまして命名された広場なんだそうです。え、そしてあちらに見えますのが、スタッドハウスといいます。車の上、車の上、スタート。 Christelijke showband en wielrijderskorps Crescendo uit Opende, Nederland. Waarschijnlijk zal een van de juryleden mee op de fiets gaan. Fietsen, daar zit muziek in, dachten ze bij muziekkorps Crescendo uit Opende. En stapten maar hun instrumenten op een fiets. Het is een idee wat geboren is en omdat het vrij uniek is in Nederland, is niemand die dat doet. En dus vandaar dat het, een paar mensen in de wilde bui bedacht hebben van, nou, laten we eens een keer muziek maken op de fiets. Er was een militair orkest vroeger die dat deed, hebben ze een keer gezien en zeiden van, dat kunnen wij ook. Exact om
vijf uur gaat in Bolsward de Fietsenelfstedentocht van start. 240 kilometer moet er worden afgelegd. Dit jaar onder aanvoering van een bijzonder gezelschap. Het Fietsende Muziekkorps. Ik heb een dode hoek. Maar ik ben, het is wel grappig om misschien te vertellen, ik was toen heel klein, toen ik erbij kwam. En toen zat ik zo achter de fiets. En toen zag ik dus bijna niks. Dus toen hebben we voor de grap wel gezegd, we moeten hier een glaasje maken. En voor ook, kunnen we doorheen kijken. Ja, dan probeer maar. Weet je waar het doet? Nou man, dit valt wat af, net. Ja, dit valt wat af. Dit is een kleine tegenslag, hè? Heb ik een oren fietspomp? Heb je een oren fietspomp? Geef mij maar het parool, want je bent dat wat je leest. Voor we de dag afsluiten, rij ik snel nog even langs het dorp Oppende, waar vandaag de lokale fanfare repeteert. 3 en... Toto! Ja! Formidable!